Een hele goede morgen, lieve vrienden. Het is vandaag weer maandag. Ja, weer een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Dus welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Ze zijn allemaal binnen en hou jij eens even op met een geslobber, dankjewel. We zijn vandaag dus al op maandag, zei ik al. Het is 1 oktober en we leven om 10:22. En ik heb weer een geweldige ochtend achter de rug, mijn neus. Ik was al voor 5 wakker. En weer zo'n lekkere rotgeluid. Wat ik meende dat het uit de meterkast kwam. Maar nee, ik heb wel een ander vermoeden. En dat is de brandalarm. Ja. Hoorden jullie hem? Piep! Nou, en dat is iets schuil hoor. Ja, vooral als het verder heel stil is. Nou, oh, je schrikt iedere keer weer van piep. En dan is weer een tijdje stil, dan is weer piep. Oh, nou, maar daar mag mijn begeleider straks naar kijken. Want ik word er crazy van. Ja, vind ik niet zo fijn. Die komt toch straks rond 10:50. Ik ga lekker een bakje koffie maken. Hier was die alweer. Ga lekker een bakje koffie maken. Broodje eten. Oh, die is ook klaar. Ja, ik heb even zeecleaner aan. Want even zo lekker langzaam met alles. Eventjes schoonmaken, zeg ik dan. Toch? Ja. Je maakt je huis schoon. Je computer moet ook schoon. Nou, daar zit nou denk ik genoeg heet water in. Even de hondenbak schoonmaken. Moet ook gedaan worden. Maar ja, met heet water, dat is dus inderdaad heet. Dus, nou ja, de beestjes. Hier een hekker, eentje, de rode. Hé, kerel. Ja, mevrouw. Hé, mevrouw, hè. Ja. Nou, dan zit er daar omheen. En hier heb ik er eentje zitten. Ja, een meisje. Jij? Oh, ja, nee. Nou, een meneertje daar ook. Ja, die is hier, dat is stout. Die luistert niet. Die zit maar te slobberen en de troep te maken. Ja. Grammebol. Dus ja, dan moet je toch wel eens even optreden, hè? Net kleine kinderen, ja. Net kleine kindertjes allemaal. Maar ja, maakt niet uit. Je doet het er gewoon voor, simpel. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen groetjes en tot straks maar weer. Hé, daar was ik weer even. Ja, ja. Nou, mijn persoonlijke begeleider is al geweest. En wat ik dacht wat het was, hè? Dat piepgeluidje. Dat was inderdaad de brandalarm. Batterij was dus bij zo goed als op. Dus hij heeft hem er even afgehaald en heeft hem eruit gehaald. Geen nieuwe erin. Ik heb die niet eens, nee. En ik wil het ook niet, want ik word gek van de ding. Dus ik denk dat het iemand gedaan heeft die ook één keer in het jaar je huis naloopt als je een huurhuis hebt. Hoe heet dat? Ja, ik weet het even niet hoe dat heet. Maar in ieder geval, dan komt er iemand langs om te kijken of er wat piept en of er wat kapot is. En die loopt het allemaal na en maakt het allemaal. Hij heeft vorig jaar dus een batterijtje erin gedaan, wat ik niet wist. Dan zou ik gezegd, maar het is eigenlijk verplicht. Ja, nou, ik wil het niet. Ik verplicht mezelf niks. Nee, niet dat. Ik ben nog niet dement. En ik kan geen branden krijgen. Want ik heb een elektrische kookplaat. Ja, ook daar kan je brand mee krijgen. Maar oké, als het alarm afgaat. Hallo? Wie hoort dat? Niet bij de politie hoor. Niet bij de brandweer. Je hoort het zelf. Nou, ik hoef niet gek te worden van piep, piep. Oh nee. Hou alsjeblieft op. En al helemaal niet van die sirene die erin zit. Want dat is nog harder en nog irritanter. Nou, dan word je helemaal gek. Nou,
dat ik nog rookte, samen met mijn man en ook mensen die over de vloer kwamen, daar ging dat ding al op af. Nou, dat wil ik niet. Zelfs damp, gewoon als je het koken bent en je hebt wat damp, ging die al op af. Daarom wilden wij het niet. Nou, en dan heeft hij het vorig jaar dus gedaan, ja. Niet dat ik dat wist. Maar oké, lieve vrienden, ik ga met die vlog van jullie aan de gang. Tenminste, voor jullie. Een vlog van mij voor jullie. De vlog van gisteren is dat. Die bestaat weer uit 2 delen. Dus, ik ga nou het vervolg doen. Ja, maar ik wil even een ander plaatje erbij maken. Dat er daarbij komt te staan het vervolg. Ja, leuk toch? Maar in het Engels. Ja, ja, in het Engels. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. En doe het met een glimlach. Ja, doen we allemaal. Tenminste, ik wel hoor. Ja. En ja, ik heb koffie, dus mijn koffie neem ik even mee naar de voorkant. En dan zou ik zeggen, tenminste de voorkant, het is eigenlijk de achterkant. Dit is de voorkant, de keuken. Raar hè, ja, de keuken zit aan de voorkant, want mijn voordeur zit ook naast de wc. Aan deze kant dus. Maar die gebruik ik niet. Kom je op visite, je bent van harte welkom. Achterom ben ik thuis, kan je doorlopen. Onder de poort zit een plank, vanwege dat mijn hondje zijn kop niet beschadigt en mijn prinsesje de straat niet opgaat. Dus deur open doen en je voeten optillen om over die plank heen te stappen. Deur weer dicht, kun je weer verder lopen. Zo doen we dat hier, ja. Nou, lieve vrienden, geniet er nog van en tot later. Hé, mijn hondje. Hé, mijn hondje. Oh, goeie dikke doosie. Jij lief, hè? Oeh, zo lekker, hè? Ja, zo lekker, hè, man. Voor z'n dikkie dan. Hé, voor z'n dikkie toch? Ja. Ja, lieve vrienden, ik ben er weer even. Ik zou weg, maar ik ben niet weggegaan, want het is iedere keer regen, maar heel even zon. En als het regent, zijn het flinke, heftige buien. Dus ik denk, ja, Pietje Paulusma had ons al beloofd dat er wel weer mooi weer zou komen van de week. Dus ik wacht daar maar op. Want ik laat me niet voor Jan met de korte achternaam nachtblinken, nee. En ik zit op Facebook, er is weer van alles aan wat nog wat aan de hand. Dus ja, iets waar ik het niet mee eens ben, maar ja, doet er niet toe. Het is een moderatrice van mij, die had wat neergezet over zwerven. Dat ze oudere mensen behoedt om geld te geven aan die zwerven. Het ging maar om 24, maar goed. Nee. Leg eraan, bepaalde zwervers geef ik ook wat aan, maar geen geld, nee, dan koop ik een patatje of een broodje. He, net, ja, niet altijd vette troep moet je geven, ook eens wat gezond. En wat drinken erbij, en dat geef ik dan aan die mensen. Dan zeg ik, ga zitten en eet. En als je het op hebt, dan ga je weer lekker aan de wandel. Maar geen geld geven, dat doe ik zelf ook niet. Maar die mensen, ja, nou ja, als die dat willen, laat dat. En bemoei je met je eigen zaken en niet met de zaken van een ander. Nee, moet je sowieso niet doen. Dat is verkeerd. Dan krijg je bonje, dan krijg je ruzie. Maar oké, okay, ik denk ik ga nou eventjes koffie maken. Water heeft al gekookt. Dus we gaan er even naartoe. Even een bakje koffie. En ik ben gelijk ook met Astrid aan de praat in PB, oftewel Messenger, zeggen er een hoop. Maar ja, op een computer heet het een PB. En op telefoon heet het Messenger. Nou, en ik zit op een computer te werken en niet op mijn telefoon. Nee, dat wil ik niet. Ik wil geen Facebook, niks van die troep wil ik op mijn telefoon hebben. Vind ik niet nodig. Zo. En dan heb ik koffie, lekker bakkie. En nee, ik heb geen koek in huis.
Ik ben niet naar buiten geweest, dus ik heb niks in huis om wat bij de koffie te doen. Dus. Maar dat is ook niet nodig, nee. Nou is het ook knap weer, maar het waait ook nog als een raket. Er gaat een kind, die heeft zelfs een capuchon al op, kun je nagaan. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie namiddag. Ja, het is 3:59, bijna 4 uur. Dus ik zou zeggen, tot later. Kijk eens wat het zwerren met vogels steeds. Echt gaaf. Een heleboel. Rond in de kerk ook. Zien jullie dat? Hup, komt er weer wat aan. Kijk eens. Echt mooi hoor. Ja, en daar is mijn mannetje. Hé, ons hondje. Kom je? Oeh, kijk eens. Ik hoop dat jullie het zien. Ik heb hem nou weer terug gedaan. Echt een mooi gezicht hoor. Ik ga ze niet tellen. Veel te veel. Kom je mee? Kom. Ja, want het is buiten. Is het donker? Tenminste, ik bedoel, binnen is het donker. Ga jij even terug, madame? Zo. Hè? Ja, nou. Het is buiten lichter dan binnen. Binnen heb ik de lamp nodig. Ja. Wat voor dikkie. Wat voor dikkie. Hè, meisje? Hè, nou. Ik ga geen koffie maken. Ik ga mijn eten klaarmaken. Hun hebben eten gehad. Allemaal. Maar ik niet. Nee. Ja. Is het zo? De klepje moet omhoog. En die wil weer iets niet. Ja, daar komt ie. Zo. Ja, ik moet nog eten. Dus ik ga mijn eten klaarmaken. Zo, ja, ik had mijn stok in mijn handen. En dus ja, zonder stok ben ik niks. Nee, echt niet hoor. Nee. Nee, wat gaan we eten vandaag? Nou, ik heb eens even zien. Een Gelderse schijf. En ik heb een klein blikje. Tuinboontjes. En dan gaan we even naar de koelkast. En nee, niet naar de koelkast. Ja, wel naar de koelkast. Ik heb rookworst. Maar niet alles gaat erin. Weer gek. Dat wordt me te veel. Ga even dicht. En dan pak ik twee kleine uitjes. Grote zijn die uien niet, dus ik neem maar twee. Anders heb je aan één genoeg. Maar. Dus ja, dat ga ik even klaarmaken. Dus ik zou zeggen, oh ja, ik moet mijn schort nog hebben. Waar is die? En dan ga ik lekker eten klaarmaken. En dan zie ik wel hoe en wat. Ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En tot straks. Ja, en daar ben ik weer. Ja, het eten is al lang al op en aan de kant. En het is nu tijd om dus te sluiten. Ja, en laat leven. Die klok loopt achter, moet een nieuwe batterij in. 22:38 is het. Ja, nou.
Of niet dan? Ben ik lief, hè? Of niet? Ja, toch. Momentjes lief, hè? Goed, die dikke doosje, hè? Ja. En daar komt mijn prinsesje aan. O jee. Ja! Hé? Nou dan. Ja, je wil ook aandacht, hè? Als ik jou toch niet film, hoor, dan is het erg, hè? Ja, dan is het huis voor jou te klein, want je moet erop, hè? Godverdikkie, hè? Ja. Ja, schat. En dan eentje is nog steeds buiten, dat is die kleine zwart-witte. De rode, die is boven. Ja. Dat, ja, kan er ook niks aan doen. Die blijft, denk ik, ben ik bang vannacht weer buiten, die kleine. Maar ja, die weet er eigenlijk goed te redden. En ja, als ze buiten wilt wezen, moet ze naar buiten toe. Simpel. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie avond allemaal. Ga je al wel naar bed, wel trusten. Voor de laters, straks wel trusten dan. En ik zou zeggen, gezond weer op. Geniet van je nachtrust. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei.